ga je nu aan doen? Ik heb dit. Je hebt kleuren. En ik heb mijn pennetjes en de ringen meegenomen. Want we gaan jullie naartoe. Ja, papa. En nou, Roberta. En papa. En papa is nog aan het werk. Ja, denk ik vanmiddag. Ja, je gaat vanmiddag zwemmen naar Brooke. Ik ben benieuwd in het grote bad. Ga goed, hè? Ga ja, lekker op vakantie daarna. Ik hoop niet dat het vorige keer. Net als vorige keer was de Brooke helemaal niet kon zien zwemmen. Nee, dat hoop ik ook niet. Dat is geen goed begin van je herfstvakantie dan, hoor, meisje. Herfstvakantie, dit zo naar. Het is wel herfstvakantie. Jullie gaan lekker op herfstvakantie met papa. Mama gaat heel veel werken. Waar gaan we dan met jou naartoe? Voorjaarsvakantie bij mijn mama en ik weet nog niet wat we dan gaan doen. Misschien wel naar de sneeuw? Nee. Oh. Graag naar de warmte. Naar de warmte. Oké. Ik ga erover nadenken, oké? Het is 4:55. Ik sta weer bij mijn eerste cliënt van dienst 2 van 2 vandaag. En ik zag de bui al ruimschoots van tevoren aankomen. Maar ik heb ook dit keer weer geen pauze. En ook dit keer sta ik weer met een helpende. Niks te nadelen als je een helpende bent. Maar als er maar 2 routes zijn en er is 1 helpende en 1 zzp'er of verpleegkundige. Trouwens, de helpende ook zzp'er, maar als je met een helpende werkt en je bent de enige niveau daarboven. Om het zo maar te zeggen, dan krijg je dus gewoon echt alles. Ik moet echt best wel veel doen als bloedsuikers prikken, insuline prikken, medicijnen geven. Bepaalde cliënten die ondanks dat ze bijvoorbeeld alleen maar ADL-zorg hebben, maar wel een wat complexer ziektebeeld, mag je bijvoorbeeld ook alleen maar komen. Ik moet katheteriseren weer vanavond. Ik sta behoorlijk vol. Dus ik ben blij dat ik al wat tevoren gegeten heb. Dat ik die buis zou gangen. Maar het betekent ook dat ik om 4:45 en om 5:00 bij mensen ben om eten op te warmen die normaal gesproken niet voor 6:00 eten. En dat ik om 5:45 bij iemand ben die ik moet douchen. Die niet gewend is om voor 8:30 s'avonds gedoucht te worden. Dus in die zo eerst ga bellen. En dat ik dan gewoon op mijn gemakje de route doorloop. Ik hoop dat ik makkelijker door de route heen kom als vorige week. Vorige week had ik echt veel erin struggelde. Omdat ik natuurlijk de mensen niet zo goed kende. Ik kende de route niet op die manier. Ik kwam overal of te vroeg of te laat. Omdat ze heel vroeg of heel laat gepland stonden. Dus ik hoop dat het nu wat beter gaat. Dinsdag ging het ook beter. Dus positief moeten houden. Maar ik vond het wel snel. Want je merkte dat zij heel erg aan... Zij was een collega, zzp'er. Die dan dus helpende is. Die de andere route doet. Die stond dus echt wel heel erg te wachten van... Oh, please kom, please kom. En het eerste wat zij vroeg was ook... Mag je katheteriseren en mag je prikken? Want anders hebben we echt een probleem. Want we zijn zzp'ers. Ze is binnengelaten door een collega die is gewoon naar huis gegaan. Als er wat is, dan zijn we nu echt op elkaar aangerekend. En ja, eerlijk gezegd, zoals ik net al uitlegde, als helpen, dan mag je gewoon niet zo heel erg veel. Dus dan ben je wel heel erg afhankelijk van met welke collega's die je plannen. Dus ik hoop, vingers vast, dat het allemaal goed gaat vanavond. Ik wil het smaad op een staart. Want ik ben nu bij 5 cliënten geweest en alle 5 cliënten liepen echt te snotteren met zaddoeken. En zijn wel, jij bent zo ziek aan het worden, ik ben even koud aan het worden. Ik voel het gewoon gelijk in mijn keel. Ik denk, I'm calling it. Einde van de week ben ik verkouden. Het is 9:15 op de dinsdagmorgen. We zijn helemaal tranquilo. Relax, wat op zich wel fijn is. Fleur, Mees en vader zijn met ooms en tante naar een interactief museum toe vandaag. Superleuk. Dus die zijn al lekker vroeg vertrokken, want die gaan ook vanavond weer terug naar mijn moeder. En ik ben een beetje aan bijkomen. Het was gisteravond zo. Als er wat is, dan zijn we nu echt op elkaar aangerekend. En het was gewoon niet oké. Volgens mij heb ik wel gefilmd dat ik mijn collega niet te pakken kon krijgen. Terwijl ik wel een sleutel van haar nodig had. Maar ze stond niet in de telefoon. Dus ik had wel via de tablet een berichtje gestuurd naar haar tablet. En uiteindelijk heeft het toegeleid dat ik om 9:30 toen de sleutel nodig had. Ben ik terug gegaan naar kantoor. Heb ik iemand in dat gebouw die daar ook routes loopt. Opgesnort en daar probeert te kijken van goh, weet jij wat nummer is, uiteindelijk in de computer moeten zoeken en het nummer gevonden. Toen nam ze gewoon niet eens op. Uiteindelijk nam ze dan, belde er nog een keertje. En toen zei ze, ja, ik snap het punt om je te bellen, want ja, de sleutel hè. Ik zeg ja, de telefoon stond denk ik niet goed doorgezaagd of zo. En ik heb je op geen enkele manier kunnen bereiken. Ik heb je nog een e-mailtje gedaan, ik heb je via de tablet een berichtje gedaan. Ja, ze zei, ik maakte het al om 6:00. En dacht, nou ja, ik heb je nummer gezien in de telefoon. Dus ik dacht, bel je gewoon om 9:30. Dat is toch niet handig, want je weet dat ik jou niet kan bereiken. Zeg, jouw nummer stond niet in de telefoon. Zeg, ik heb je een berichtje gestuurd via de tablet. Dan moet je wel even op reageren. Voor hetzelfde gaat wat aan de hand geweest. Oh, ja, ja. Nou, je moet zeggen, het had gekund.
Ja, als er iemand op de grond was gevallen, als er een ongeluk was gebeurd, als ik ziek was geworden of aan was gereden of er was iemand overleden. Ik had geen enkele manier dan om haar te laten weten dat ik er hulp nodig had. Het zei met cliënten, het zei met een tilletje, het zei met dat ze iemand over in de steunkaas uit te doen, dat ik moet wachten op een huisarts of een hap of weet ik veel wat. Ik kon het gewoon niet doen. Nou, was gelukkig niks en weet ik altijd wel een manier, maar het zit gewoon niet heel collegiaal. En nu, zij die sleutel gegeven. 10:15 was ik klaar. Toen was ik uitgelopen, aangewerkt met 11 uur. En toen heb ik vervolgens nog een half uur op haar gewacht op kantoor, want ik moest haar sleutels opruimen. Ik had de badges onder mijn naam, ik ga het niet zomaar echt laten liggen als er problemen mee zijn. Het was gewoon een dode gemak dat ik met iemand staan kletsen, echt. Dus was nog een heel gesprek gaan aangaan met de collega die we in de gang tegenaan die nacht niet rijden. Echt, ik ga weg, bye. Ik was echt om 12:30 thuis en dan moest ik op douchen en oh my god. Ik raakte nog gefrustreerd. Ik snap niet dat iemand zo oncollegiaal. Dit klinkt misschien heel van kort op de bocht, maar dit is echt oncollegiaal. Ik kon me gewoon voor 5 uur van mijn 6,5 uur durende route niet bereiken. Wat betekent dat je echt compleet op jezelf aangewezen bent. Met alles. Dat vind ik gewoon niet heel collegiaal. Maar dan ook niet eens zeggen van, oh ja, dan niet je berichtjes lezen, niet je appjes lezen. Dat kan allemaal nog. Maar dat je dan zegt dat je zelf al 3 uur lang er wist dat je de telefoon, dat ik je niet kon bereiken. Dat je er gewoon scheid aan had, dat is gewoon niet oké. Dat is gewoon echt niet oké. Anywho, dat was mijn rant voor dinsdagmorgen. Ik ben bezig met mijn kipsalade. En ik ga daar eens mijn tassen pakken. En dan ga ik op het gemakje richting mijn werk. Pascal is nu Fleur en Mees naar hun moeder brengen. En dan hebben we gewoon 7 avonden. 7 dagen. Geen kinderen. Soms is dat gewoon even nodig. Om zijn leven best lekker te lezen. Even weer tot elkaar komen. Morgen is natuurlijk wel bij en ik heb wel een paar avonddiensten zo goed, hè. Over het algemeen zijn we gewoon lekker samen. Dat is wel fijn. Ik denk ook wel dat we nu gelijk eens wat bijzonders gaan eten. Als in, we hebben biefstuk. Dat is niet iets wat je koopt als je kinderen hebt die aan tafel zitten. Dat is niet heel handig. We eten dus nou lekker biefstuk. Helemaal goed. En gewoon lekker relaxed. Tranquilo. Zo, het is alweer 3:30, echt laat. Ach, mijn ogen jeukt ook. Maar, ik heb een boodschappenlijstje voor een hele week. Waarbij ik 3 avonden ga werken. Want de kinderen komen natuurlijk pas volgende week woensdag terug. Dus ik werk morgenavond niet, vrijdagavond niet. En dan dinsdag weer. En dan haal ik volgende week donderdagochtend weer boodschap. Dus, voor ruim een week boodschap halen. Leuk. En, zoals gezegd, ik voel me aan het sniffen. Mijn oog is hier super droog. Maar mijn neus is aan het lopen. Dus ik ben bang. Dat ik toch geveild ben door de verkoudheid. Ik sliep het maandag al. Denk dat als iedereen verkouden is op je route dan kan je erop wachten. Hoop ik het een beetje onderdrukken. Ja, wat zie ik dat papa aan kleur is. Nu aan kleuren. Wauw. Wat van wat is dat? Flamingo. Flamingo's? Ja, nee, ik heb zelf een disco-auto bij het raam staan. Wow, een disco-auto? Hoe kom je daar nou weer aan? Hoe kom je daar nou aan? Zo, de boodschap is erop geruimd. Ik heb alvast biefstuk uit de vriezer gehaald. Want eten vanavond, uit de vriezer uit de koelkast gehaald. Dan eten we vanavond weer biefstuk. Want Pascal had nog 4 biefstuk gekocht in plaats van maar 2. Dus eten we dan vanavond weer. We hebben zo'n slecht leven. Maar zoals jullie net hebben gezien, heb ik even met mijn zoon kunnen facetimen. Ook een heel eventjes. Ik stond namelijk bij de Albert Heijn. Want ik moest nog even Boris eten halen. Die hebben thuis een smuldier. En aardappelpakketjes. En ik stond daar bij de kassa. En toen werd ik dus al gefacetimed. 5:15.
denk normaal gesproken FaceTime rond 6:30, 7:00. Als er iemand om vraagt. Dus ik erg vroeg. Dus ik appte van, hey, we staan nog in de winkel, bel over een paar minuten wel terug. Ja, een paar minuten. Oké. En toen belde ik dus en toen kreeg ik Logan. En nou was het verhaal dat Brooke met oma en zijn vriendin, of hun ziekmoeder, frietjes aan het halen was. Dus ik kon ook alleen maar met Logan facetimen. En toen kwam Brooke terug en toen moest Logan ophangen. Want ja, ze ging frietjes eten. Ik had frietjes gehaald. En toen zei mijn ex van, dan laat ik Brooke zo even terugbellen als we klaar zijn met eten. Het is nu bijna 6:15. Ik weet niet hoe lang afhaalfrietjes duren, maar... Als ik deze week niet ziek word... Klop af, klop af, klop af. Oh, ik zei met z'n niet zitten, want we hadden katborenstreen. En ik vind gewoon echt... Ik weet niet of jij dit echt kan zien, maar... Ik ben helemaal nat geregend. Tot de niche daar op het veld. We hebben een uur lang getraind, maar... We waren helemaal nat. Ik heb zelfs borens gewoon helemaal gefeund net. En ik ga lekker douchen. Ga lekker mijn haar wassen. En ik heb al extra vitamine ingenomen en ik ga zo nog even vitamine C nemen en ging naar voren. Ik dacht, I don't got time to be sick. En Boris, je bent lekker gefunkt, hè, vent. Je bent helemaal nokt, hè. Het is ook echt gewoon trash door mijn ding heen. Toen had ik gewoon geen zin om je capuchon op te zetten. Can we all just admire the girl. Kijk nou, ik heb gisteravond natuurlijk mijn haar gewassen. En ik heb ook helemaal niks, voor degene die dat niet weet, ik doe wel aan de curly curl method, maar alleen op mijn manier. Als in, ain't nobody got time to plop. Echt dat ploppen, dat moet dan echt een 20 minuten of een kwartier of zo. En dan moet je, nee wacht, je moet eerst officieel natuurlijk je haar wassen, op hun manier met hun producten. En dan moet je er een maskertje in doen, soms 1 keer per week, 30 minuten. Dan moet je terug in de douche om het uit te spoelen en dan moet je je haar nog zoveel minuten ploppen. Ik doe dat niet, ik doe gewoon... Af en toe, als ik mijn haar was, dan was ik het met conditioner. Als ik voel dat, een beetje, dat het niet lekker schoon of dit heeft gemaakt, dat het een beetje te zwaar wordt, dan doe ik een keer weer een final wash. En daarna doe ik er weer gewoon een heel klein beetje conditioner. En dat heb ik zelfs gisteravond niet eens gedaan. Wordt er gewoon een heel klein beetje dat er geen conditioner of iets nog in zit. En ook geen gel en ook geen andere... Echt, het is hier nog een beetje plat. Maar ik sta er wel versteld. Ik heb de hele nacht zo geslapen. I don't know what that is. Nou ja, niet helemaal. Ik heb mijn gezicht al gewassen en ik heb het ingesmeerd. Het is nu bijna 9 uur. En ik heb natuurlijk, het is donderdag, geen kindjes. Niemand hoeft naar school, ik hoef niet naar mijn werk. Ik ga vanavond pas werken. Ik heb een extra avonddienst aangenomen voor vanavond. Maar dan hoef ik pas om 4:30 te zijn. Dus toen pas ik al zo lekker vanochtend 6:15 ging, heb ik mij nog omgedraaid. Mijn plan was om 7:30 wakker te worden. We dachten al, heb ik gewoon ruim 8 uur geslapen. Misschien was het een beetje voorgeslapen. Ik weet de komende nachten dan minder slaap. Nou ja, dat was om 8:30 werd ik uit mezelf wakker. Vind ik prima. Dus ik heb nog even een YouTube-filmpje wakker te worden. Mijn poren zijn pas even vrijgelaten en het zelf aangekleed. Lekker simpel. Ik ga vanavond toch iets anders doen. Nu ga ik ontbijten. Ik denk dat ik weer zo'n geroosterde boterham ga doen met appelstroop en mandarijn. En met een kiwi'tje ernaast, denk ik. Maar vooral omdat ik was gisteravond echt aan het niezen en het lief. En ik voelde me snotterig. En ik dacht, oh, daar gaan we hoor. Ja hoor. I jinxed myself. Ik heb gezegd, ik zal aan het einde van de week wel ziek zijn. Mijn neus, meestal is het toch sterkste. Het gaat nu goed. Dus gaan we onderdrukken. We gaan vitamine C tabletten innemen. We gaan extra dagelijks vitamine innemen. We gaan extra eigenlijk voort innemen. We gaan mandarijn en kiwi eten. Gisteravond heb ik ook nog een mandarijn op. En een vitamine C en mijn eigen voorten en extra vitamine. Naast vitamine tabletten. Gewoon proberen een beetje te onderdrukken. Thank you.
Zelfs als de kinderen er niet zijn, vergeet niet dat ik koffie heb gezet. Oh my goodness. Gelukkig zit ik nog aan tafel. Ik ben nog niet begonnen, komt niet achter als het heel koud is. Ontbijtje zit erin. Lijstjes, dat zijn dit echt trouwens zo handig. Dit is van dat whiteboard spul met een magic pen. Van mijn schoonzusje gekregen. Hoe heet het ook alweer? Deze de naam. Earth nog wat of zo? Zet hier op. Oh, wacht. Oh, Green Story. Het is van Green Story. En het zijn eigenlijk gewoon whiteboard notitieboekjes en klapboekjes en zo. En dan kan je gewoon zo uitstiften. Dus ik heb mijn to-do-lijstje voor vandaag gemaakt. En dan ga je het opschrijven. En als je op gaat schrijven wat je allemaal wil doen, dan moet je echt veel meer doen dan ik heb bedacht. Ik ga eerst dit veentje even uitlaten. Ja? Hij is gewoon met een bordje bezig, gewoon niet met de stoelpoot. Doet hij ook wel eens hoor, de stoelpoot. Kijk maar, doet hij wel eens. Wij mogen het een probleem hebben. Pascal heeft de deur op slot gedaan. En volgens mij zitten mijn sleutels nog in zijn auto. Oh, ik heb even shit. Dan zit ik min of meer in huis opgesloten. Oh, deze zat er goed op slot. Dus kom maar deze kant, schatje. 1, 2, 3. Want mannen is opgevallen, er zit er nog eentje in de droger. En dan moet er nog eentje opruimen. De reden waarom het in mijn kast stond hier zo, is omdat gisterochtend de schoonmaakster kwam. Ja, ik heb een schoonmaakster. Die komt één ochtend in de week. En die doet zoveel mogelijk schoonmaken hier zo. Vooral de kinderkamers, de badkamer hierboven. Beetje mij ontlasten. Het is 3 uurtjes. Scheelt echt enorm. Maar ja, ik wil niet dat ze opruimt of de was doet, dus. Let's tackle this. Voor Brooke, voor Domen, voor mij is meestal niet zoveel, dus ik heb daar even de handdoeken en de washandjes bij. Gooi van mee naar boven te nemen. Van ons zit alles in de kast, van vrijdag alles op de bed. Ik ben kapot man, ik ben toen een dutje. But wait, there's more. Ik had natuurlijk nog een wasje gezet. En het ergste is nog, het beddengoed van de kinderen en zo moet ook allemaal nog gebeuren. Dus dat komt er straks ook nog bij. It's the never ending story for adults. Ik ben zo productief. Gaat echt lekker, jongens. Gaat goed. Ik ben wel een beetje aan de late kant ondertussen. Want het is bijna 4:30 en ik moet nog eigenlijk nog mijn eten maken. En ik moet ook straks ook wel weer weg. Dus ik ga een beetje schieten. En ik wil in ieder geval eventjes de inhoud voor de wrap maken. Ik heb een paprikaatje nodig. Ik heb een paprikaatje zo leven. Gelijk met jullie, ik ga dit doen, super simpel. Je hebt dus nodig een courgette, worteltjes en een paprika. Ik denk trouwens niet dat ik alle wortels nodig heb, maar kijk even hoeveel ik courgette ik straks heb in vergelijking met de wortels. En dan dit erbij. En dan weet ik een beetje hoeveel courgette ik heb. Dan weet ik ook hoeveel wortels ik moet schoonmaken. Ik denk dat we wel genoeg wortel hebben. Er had misschien nog eentje meer bij gekund, maar ik heb mijn eigen nu alweer verwond. Dus ik hou het hierbij. We pakken dus een wokpan. En dan doen we wat olijfolie in. En dan gaan we alles even wokken. Olie is warm. Paprika erin. Geraspte courgette en wortel. Zo. Dit gaan we even 5 minuten lang omscheppen. Een beetje zout. Het zout trouwens ook echt heel lekker als je het gewoon met sesamolie maakt, met pindaolie. Klein beetje peper. Echt zo simpel. Het is nu al gaar. Ik denk dat het afgekoeld is, pak ik mijn tortilla wraps erbij. Ik denk dat ik er 2 ga meenemen. Want het is weer avondeten. En daar is mijn
Oké, okay. En de hummus. Je kan ook voor gewone hummus kiezen. Je kan voor de met kruiden kiezen. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. En dan smeer je rep een beetje ermee in. Zodat overal wat zit. Oh, hier zou ik wel zeggen. Ik heb zo'n scattering. En dan scheppen we daar. Het is echt niet heel erg afgekoeld. Maar dat is omdat ik een beetje haast heb natuurlijk. En gooi je er wat van dat mixture op. Zo. En dan gaan we het een beetje spouwen. Het is, hoe laat is het eigenlijk? 18:12. Ik zeg precies een zonnetje. Maar ik mag wel bij de volgende om 6:30 zijn, want die leg ik op bed. Dan weet je of ik niet te vroeg op bed leg. En ik was de vorige keer 18:45, toen zei ze ook van je bent lekker op tijd. Dus ik ga nu in ieder geval één repje eten. En misschien een beetje op mijn telefoon pingelen. Ik heb dit keer wel met een vaste medewerker ben ik aan het werk. Kan ik het op een of andere manier een beetje? Nee. Dus dat gaat goed, steeds als de cliënt van mij overgenomen, waardoor ik eigenlijk nog meer route, speling in mijn route heb aan het einde van de route. Dat is echt wel chill. Dan zei ja, ik ben daar dan toch. Dat is een beetje raar dat jij dan, dus die neem ik dan van je over. Die staat bij jou, maar die kan ik dus goed meenemen. Oké. Dus ja, dat gaat nu wel lekker. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben dan dus nu 2 uurtjes. Nog 5:30, 6:30, half, ja 6:30. Ik ben nog net geen 2 uur bezig en ik ga lekker. Ik vind het fijn. Zo, het is gewoon al bijna 4 uur op de vrijdag. Ik heb vandaag nog niet zoveel gefilmd. Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk nog niet zoveel gedaan heb. Ik werd om en om een uur of 4 of zo wakker. En had ik een soort van nekpijn hier. En snel door naar mijn hoofd gekregen. Een beetje migraine-achtige hoofdpijn. Toen ben ik naar beneden gegaan. Een glaasje water dronken. Toen heb ik het hartstikke mooi genomen. En toen ben ik weer terug naar bed gegaan. En toen ineens was de wekker om 8:30 er. En toen ben ik wel uitgegaan. Toen heb ik geprobeerd wat te eten. Maar ik was zo misselijk. Ik had zoveel pijn. Dus ik heb het gegeten. 2 paracetamol. Toen ben ik terug naar bed. En toen ben ik om 11:45 eruit gegaan. En op de tafel gelegd. Heb ik wel wat gegeten. Dat ging op zich wel goed. En toen heb ik nog een beetje met Pascal lopen. Die was thuis voor de lunch. En dan heb ik gekletst. En toen wou ik eigenlijk weer naar bed gaan. Toen kwam hij alweer terug. Want hij was klaar op zijn werk. Dus even samen een kopje koffie gedronken. Misschien dat ik me met koffie wat cafeïne wat beter ga voelen. Want ik was in ieder geval niet meer misselijk. Maar ik ben dus niet meer terug gaan naar bed. Maar ik heb ook niet heel veel gedaan. Ik ben ook nog net uit mijn pyjama aangekleed. En dan moet dus vanavond weer werken. Het gaat denk ik pittig worden, want ik weet dat we sowieso... Heb ik 1 cliënt extra bovenop je gewone route. En gisteren was er 1 cliënt die had afgezegd. Dus toen had ik eigenlijk 2 cliënten minder gisteren. En toen was ik om 11:30 klaar. Dus ik denk dat het nu wel 10:45 gaat worden. En ik moet morgen weer om 7:00 daar staan, want dan heb ik de ochtenddienst. Dus ik ben benieuwd. Ik heb in ieder geval... Pascal die had gisteren shawarma gegeten. Dus ik heb wat shawarma vlees mee. Lekker knoflook. Met sla en een beetje frietsaus en 2 mandarijntjes en mijn drinken. Dus ik hoop dat het wel goed komt. Pascal is in ieder geval thuis, dus die is er dan straks voor Borry. Ja, en meer is er niet vandaag, ja. Zo, dus erop gehaald is er niet normaal, jongens. Hoe slecht of dit zijn. Oh my goodness. En mijn tabletje. Maar ik sta inderdaad gewoon vanaf 4:30 op. Dat betekent dat ik bij iemand om 4:30 al warm eten moet gaan opwarmen. Die niet eigenlijk voor 5:30 wil eten. Dus ik begin maar eens even op. Tranquille op mijn gemakje. Want, oh mijn god, ook gelijk uit. Ik moet er bij 2 mensen eten opwarmen. En medicijnen geven. Officieel van 6:00, maar goed, is natuurlijk om 4:30 begin. En dan moet ik er bij 4 steunkousen uittrekken. Uittrekken, ja. Of een oogdruppel doen. En dan heb ik 3 kwartier pauze. Hou je vast. Want die mevrouw moet natuurlijk om 6:30 naar bed. Maar dan is het nog geen 6:30. Dus ik denk dat ik nu maar gewoon even relax. En dan gewoon iets later begin. Dat ik mijn pauze opschuif. Want ik denk dat ik ook nog inloop. Dus dat ik dan sowieso wel 1/2 uur pauze kan doen. Even wat eten. Een plasje doen. Ik moet zeggen, de Voltaren hier, dat helpt wel. Dus misschien ga ik zo nog even een keertje doen. Maar al met al, tranquilo. Het is nu 17:57 en ik kan een pauze houden natuurlijk, want die mevrouw wil pas om 6:30 naar bed. En ik was net bij de vorige cliënt en die zei, ja het is van het weekend. In ieder geval, ze was naar Jan en Annie aan het kijken, Jan en Annie Schilder.
helemaal populair bij de doelgroepen waar ik werk. Dus ik wist dat er een afscheidsconcert was ergens zo derde helft oktober. Ik zei, oh ja, het is natuurlijk bijna de 2021, die zullen wel binnenkort een afscheidsconcert hebben. Dus ik snap dat ze nu bij Max zijn. En toen ik dat zei, dacht ik, ja, hoeveel is het vandaag? Ze zei, het is vandaag de 18e. Weet je wat de 18 oktober is? De trouwdag van mijn vader en mijn stiefmoeder. Het is nu dus bijna 6 uur 's avonds en ik heb nog niks van me laten horen. Vind ik een beetje lullig. Tegelijkertijd heb ik zoiets van, ja, telefoon werkt twee kanten op als je dat wil vieren, dat je het ook weer laat weten. Maar goed. Anywho, dit ga ik zo even een berichtje sturen. En toen kwam ik vervolgens tot de conclusie dat ik niet mijn vork heb meegenomen. Want Pascal heeft natuurlijk shawarma voor mij gemaakt. Ik heb het in loods een trommeltje gepropt. Dus ik heb dat met sla, shawarma en mayonaise. Arme mensen die mij hierna hebben, want ik kan geen kauwgom tegenop. Hoeveel knoflook erbij zit. Maar ik heb dus geen vork mee. En toen dacht ik, oh, maar dat is geen probleem. Ik heb altijd van het houten bestek in mijn tas zitten. Het zijn allemaal messen. Gelukkig heb ik ook nog een lepel, een gewone lepel. Dus ik kom er wel. Maar ik ga eerst een berichtje doen, anders ga ik het vergeten. Dus ik heb een half uur tijd om het eten naar binnen te schuiven, het appje te doen. Misschien even terug te rijden naar het kantoor om te plassen. En dan moet ik echt serieus de flat hierachter zetten. Dus tot zover. Zo, dus dan weer een hele ochtend werk op. Ik zie er echt uit. Ik heb ook niet, ja, vanochtend even heel snel mijn make-up gedaan. Maar ik wou zo lang mogen slapen. Dus ik moest om 7 uur alweer in Vlissingen zijn. Dus ik moest om iets voor 6:30 al weg. Dus ik heb echt weinig geslapen. Ik was gisteravond ook pas om 9:30 thuis. Oh, Pascal belt. Want ik moest nog even een plantje ophalen voor een housewarming morgen. Oké, wel netjes gaan zitten dan. Netjes zitten. Komt ie, wacht. Zit. Wacht. Ha. Oké, waar ga je hem begraven? Oh.